Een van de belangrijkste aspecten van het ruimtelijk structuurplan is de zoektocht naar een evenwicht tussen de factoren wonen, werken, recreatie en groen. Een prestigieus voorbeeld hiervan is het project Turnova, dat de vroegere drukkerij Brepels omtovert tot een woon- en winkelcentrum. De oude drukkerij Brepels in het centrum van de stad, vlakbij de Grote Markt, is natuurlijk een heel groot ding. Daar is een nieuw project ontwikkeld, wat op 50.000 vierkante meter vloeroppervlak grotendeels wonen is, de helft is wonen. Er komt ook een hele voorziening rond winkelen. De Gasthuisstraat aan de ene kant van de markt en het project Turnova, zoals we het gaan noemen, aan de andere kant van de markt, moet maken dat de markt terug de centrale plaats in het stadcentrum komt. En daarboven, Turnhout is ook een culturele stad. De tekenacademie en de muziekacademie worden ook nieuw gehuisvest in dit project. Om de stadskern rond de markt autoluw te maken, komt onder de oude Brepelsgebouwen een grote ondergrondse parking. De aparte delen worden verder door verschillende architecten uitgewerkt. Op het eindresultaat is het wel nog even wachten. De bedoeling is dat in 2009 we hier in ieder geval aan het graven zijn en die ondergrondse parking aan het bouwen. En dan zullen de volgende jaren kan daar boven opgebouwd worden. Tegen 2012 zou alles echt af moeten zijn, want dan vieren we 800 jaar stad Turnhout. En dan willen we niet dat hier nog een grote werf is. Dan moeten we kunnen feesten. Een ander nu al actief project in de binnenstad is de Jacobsmarkt. Achter het stadhuis op de markt komen woongelegenheden gericht op alle generaties. De jonge gezinnen met kinderen wonen wat liever in het groen, maar oudere mensen wonen terug liever vlakbij de winkels en de voorzieningen waar ze rustig een terrasje kunnen doen en hun koffietje gaan drinken. En in Jacobsmarkt is dus een deel seniorie voorzien, waar mensen met wat zorg in de buurt gerust kunnen wonen, maar niet naar een rusthuis moeten. Maar ook een aantal appartementen, eensgezinswoningen. En er staat zelfs nog een stuk van de oudste Glennison-fabriek, wat terug in lofts omgevormd wordt. Dus een heel gevarieerd ding, wat eigenlijk rond een nieuw pleintje, vandaar de naam Jacobsmarkt. En dat pleintje krijgt voetgangersdoorgangen naar de markt, naar de Leopoldstraat, naar de Warandestraat. Een stukje rustig wonen in volle stadcentrum. Voor wie liever wat rustiger woont aan de rand van de stad is er ook goed nieuws. Het gebied rond het oude rangeerstation tussen de Elisabethlei en het kanaal bleef tot hiertoe vrijwel onaangeroerd. De geplande Noordboulevard, een nieuwe verbindingsweg, zal dit verborgen stukje Turnhout volledig ontsluiten. De Noordboulevard is een nieuwe weg, een nieuwe straat die van de Elisabethlei naar de Gulden Sporenlei loopt. En die loopt vlak langs het goederenstation en maakt dat er minder sluikverkeer is in de omgeving van de Wouwerstraat en dat we de Warandestraat ook autoluw kunnen maken. Daar komt dan waarschijnlijk ook een parking aan liggen en dergelijke, zodat je vandaar vlug naar de stad kan. Aan die weg, langs de kant van de Wouwerstraat, is voorzien dat er een heel deel woningen kunnen komen. Eerder eens gezinswoningen, woningen bedoeld voor gezinnen met kinderen die ook nog op wandel- en fietsafstand van de stad wonen, maar toch wat uitzicht krijgen op dat groen wat hier ook nog allemaal is. Aan de andere kant van de spoorwegberm houden we het echt groen. Daar is plaats voor spelen, voor een scoutsvereniging, voor een tennisclub en dergelijke allemaal. De groene velden ten noorden van het kanaal zijn voor het merendeel ingekleurd als woongebied. In de omgeving Heijzijdse velden is er plaats voor honderden woningen in drie aparte gehuchten. Maar voor het gebied verder verkaveld kan worden, moet Aquafin de Veldekesloop in haar oude glorie herstellen. De Veldekesloop is een oude waterloop die hier vroeger lag. En in de jaren 70-80 heeft men de fout gemaakt dat straten en een woonwijk bovenop te leggen. En dat maakt dat het regenwater niet meer goed weg kan. Als het hoog genoeg staat, gaat het naar de riolering. Maar voor de rest staat het heel dikwijls in de tuinen van die huizen die daar gebouwd zijn. En door het maken van een nieuwe gracht, zoals u hier ziet, laten we het regenwater terug naar de oude waterloop lopen en zijn de mensen voor een groot deel van hun waterproblemen vanaf. Als het waterprobleem opgelost is, werken we dit terug af als een eerste van drie gehuchten die we boven het kanaal willen uitbouwen. Niet meer zoals vroeger was, we bouwen zo oneindig uit. Nee, we maken binnen de gracht wonen en aan de andere kant van de gracht blijft het groen, zodat zoveel mogelijk mensen het gevoel hebben dat ze vlak bij het groen wonen. En daar is dan plaats voor een speelterrein om een schaap of een pony te houden of om gewoon te gaan wandelen of fietsen.
De fietsverbinding met het centrum van de stad zal nog geoptimaliseerd worden. Waar vroeger de spoorwegbrug lag, bouwt de stad een gloednieuwe fietsersbrug over het kanaal. Voor toerisme is het belangrijk, maar het is ook belangrijk voor die mensen die in de stad wonen in het nieuwe project daar. Die kunnen dan over de fietsbrug gemakkelijk naar het groen. En de mensen die in de woonprojecten van Heizijdse Velde en Bruine Straat wonen, kunnen via deze fietsbrug gemakkelijk naar het centrum. Eigenlijk is dit dus een heel belangrijke plaats om in de toekomst kanaal over te steken. Het wordt ook een hele brug. Het zal niet één zijn om op te halen, maar echt gewoon met de fiets en de boten kunnen eronder door. Je kan het ruimtelijk structuurplan iedere werkdag inkijken in het stadskantoor. Wie een bezwaar heeft, kan dat tot 29 oktober overmaken. Dan wordt het openbaar onderzoek afgerond.